een van de rare dingen in Korea is dat je ook Koreaanse boodschappen moet doen. Dus ik denk dat het geleefd heeft ooit. Maar wat het precies is, geen idee. En daar sta je dan opeens. Wat 2 jaar geleden begon als baan bij Just Lease Ten Berg Leasing, brengt zich vandaag naar Schiphol. Omdat ik met eigen ogen mag zien hoe Team Just Lease, of de atleten van Team Just Lease, het ervan af gaan brengen op de Olympische Spelen. Normaal gesproken doe je bedankjes aan het einde van iets. Ik doe alvast mijn bedankjes aan het begin van iets. Ik wil met name Just Lease en Ten Berg Leasing enorm bedanken. Wat ik ga doen is jullie meenemen in alle belevenissen die ik meemaak. De stadions hoop ik. Ik hoop nog een glimp van het Olympisch dorp te laten zien. Ik hoop natuurlijk dat we goud gaan winnen. Maar ongeacht het resultaat en ongeacht wat er gaat gebeuren, dit wordt echt een te gekke reis. En ik hoop via deze vlogs jullie in ieder geval een beetje een beeld te geven van wat ik ga meemaken. We zijn opeens in Seoul op die airport. Super goede vlucht gehad. We zijn met een grote groep nu met 15 man veilig en wel en uitgerust aangekomen. We gaan nu de ferrybus op en dan vertrekken we richting Gangneung. Nog 3 uurtjes rijden en dan zitten we lekker in het hotel. Nou, we zitten hier in de bus bij de ouders van Antoinette Jong. Oeh. Vind je het spannend? Ja, ja? Echt wel. Waar gaan we voor? Ik hoop dat ze een medaille pakt. Ja? En wat is de gouden tip van de moeder? Gewoon rustig blijven, gewoon je ding doen. Ja. En gewoon gaan. Aangekomen, het was een lange rit. Room 604. Nou, ik slaap hier in mijn eentje. Dat moet wel lukken. Nou, welkom! Boswan! Een van de rare dingen in Korea is dat je ook Koreaanse boodschappen moet doen. En dan dus ook echt niet weet wat je gaat bestellen. Dus ik denk dat het geleefd heeft ooit. Maar wat het precies is, geen idee. Eén keer raden waar ik ben! Holland Heinekenhuis! Hier sta je dan! In het Holland Heinekenhuis. Het is vanavond de warm-up avond, dus dat betekent dat ze aan het warm draaien zijn voor de echte feestavonden. Dus ik neem jullie even mee in het Holland Heinekenhuis in. Het is nu nog redelijk leeg, dus laat je niet afleiden door het gebrek aan mensen. Maar kijk vooral even naar het sfeertje, ja? Take care! Dat was hem. Een lange, lange, lange reisdag. Wel een hele gave reisdag. Je merkt aan alles dat iedereen er zin in heeft. En het oranje is goed vertegenwoordigd. En dan gaan we gelijk keihard beginnen met de 3000 meter. Voor iedereen geldt. Je kan aan mij allerlei vragen stellen. Opdrachtjes geven. In de comments. Dus wil je iets weten over Korea? Wil je dat ik iets vraag aan iemand? Moet ik Willem-Alexander op de selfie zetten? You name it. Dan ga ik in ieder geval proberen te doen. Als je in de comments je vraag of je opdracht zet, dan kies ik er 3 uit waarvan ik denk, 's ochtends na. Die moeten wel te doen zijn. Ik zeg groeten uit Pyeongchang. En tot morgen. En vanmorgen zal ik het proberen in het Koreaans te doen.